hersenen optimaal te laten werken. Allah subhanahu wa ta'ala waarschuwt ons tegen alcohol. Allah subhanahu wa ta'ala zegt: Ya ayyuhalladhina amanu innama al-khamru wal-maisiru wal-ansabu wal-azlamu rijsum min amali shaytan. Min amali shaytan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Allah subhanahu wa ta'ala zegt: O jullie geloven, alcohol en hij noemde een paar andere zaken waar we het nu niet over hebben, zijn allemaal zijn verdorvenheden, behoren tot de daden van de shaitan. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Kom niet in de buurt. Zelfs in dat padje bij de Albert Heijn of bij de Lidl heb je een speciale padje met al die middeltjes waardoor je hersenen gaat uitschakelen. Je hebt verschillende kleurtjes, verschillende prijskaartjes. Als je dat drinkt, je hersenen gaan helemaal uitvallen. Fajtanibuhu, je moet een andere pad pakken. Pak die pad van die chips, geen probleem. Die pad van die chips, ha? Of die pad van waar al die chocola is, die snoep, pak die. Of waar de andere producten zijn, maar niet dat padje pakken. Alleen als je in de buurt komt, is niet toegestaan. Fajtanibuhu, la'allakum tuflihun. En daarom, de profeet sallam, die zegt in hadith overgeleverd, in Sahih, door Sahih ibn Majah. Hij zegt: Men sharib al-khamr. Men sharib al-khamr wa sakir. Lam tuqbal salatu 40 sabahan. De profeet sallam zegt, in de hadith overgeleverd in Ibn Majah, authentiek verklaard door Sheikh al-Albani rahimahullah. Hij zegt: Degene die alcohol drinkt en dronken raakt, 40 dagen worden zijn gebeden niet geaccepteerd. Bij sommigen worden blij, hè? Van die mensen die middelen gebruiken. Dan zeggen we: zie je wel, we hebben net gedronken. Wij kunnen niet bidden, 40 dagen. Wat mogen we doen? Kunnen 40 dagen moeten we niet bidden? Nee, stop. Imam al-Nawawi, rahimahullah, zegt: Hiermee bedoelt de profeet, sallam, zij moeten die 40 dagen gewoon doorbidden, maar ze krijgen geen beloning voor dat gebed. Het gebed gaat gewoon door, verplichting van Allah subhanahu wa ta'ala. Maar krijgen ze de beloning, die 40 dagen voor een gebeden? Nee. Alsof jij bijvoorbeeld, jij moet 40 dagen doorwerken. Jij werkt in een magazijn bijvoorbeeld. Ja? Je hebt een baantje, 40 dagen, je moet gewoon doorwerken. Na die 40 dagen, normaal gesproken zou je uitbetaald moeten krijgen, maar je krijgt niet uitbetaald. Walilayl mathalu al-a'la. 40 dagen dien jij jouw gebeden 5 keer per dag te verrichten, maar omdat je alcohol hebt gedronken en dronken bent geraakt, 40 dagen lang accepteert Allah subhanahu wa ta'ala, of zal hij jou geen beloning geven voor jouw gebed, maar jij dient jouw gebeden te verrichten. En dit duidt op het gevaar van deze zonde, hoe gevaarlijk deze zonde is en wat voor bestraffing erop staat. Vervolgens is deze alcohol een van de grote zonden. Een van de grote zonden waar Allah subhanahu wa ta'ala voor heeft gewaarschuwd. Terug naar de ayah. Allah subhanahu wa ta'ala zegt: Innama yuridu shaytanu an yuqi'a baynakum al-adawata wal-baghda'a fil khamri wal-maisir wa yasuddakum an dhikrillahi wa an as-salati fa hal antum muntahun. Hij zegt: De shaytan wil daarmee, middels het drinken van alcohol, jullie ruzie en conflicten tussen jullie creëren en jullie afhouden van het gedenken van Allah. En van het gebed wil hij jullie afhouden. Fahel en toen moet hij jullie dan ophouden. Vandaag de dag zien wij hoe jongeren gemakzuchtig omgaan met het drinken van alcohol. Sterker nog, als iemand van een bepaalde vriendenkring besluit om geen alcohol te drinken, dan wordt hij uitgelachen. Klopt dat of niet? Hij wordt uitgelachen. Er wordt naar hem gewezen. Alsof hij een buitenbeentje is. Alsof hij, yani, er wordt gezegd groentje. Groentje. Of wordt gezegd heilig boontje. Zeg maar, je bent nu goed. Ha? Je bent nu, zeg maar, imam. Of je bent nu goede moslim. Ha? Alsof jij geen zonde hebt. Kijk hoe zij te werk gaan. Iemand die afstand neemt van deze zonde. En zij proberen hem te verleiden. Zij proberen hem te misleiden. En hierin. De woorden van Allah zijn van toepassing op dit soort situaties die ik zojuist heb genoemd. وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً
En we hebben sommigen van jullie als een beproeving voor elkaar gemaakt. We hebben sommigen van jullie als een beproeving voor jullie gemaakt. وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا. En daarom, ze beginnen dan diegene uit te lachen. En grapjes mee te maken en te bespotten. En deze spot die zij drijven met deze persoon, وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى, kan hen buiten de oevers van de islam doen treden. Allah subhanahu wa ta'ala zegt, قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. Allah subhanahu wa ta'ala zegt, maak jullie grapjes over Allah en over zijn boodschappers en over zijn tekenen, over zijn geloof, over zijn verzen. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. Bied jullie excuses niet aan. Jullie zijn ongelovig geworden nadat jullie gelovig waren. Wanneer je iemand grapjes maakt over een moslim die geen alcohol drinkt bijvoorbeeld, grapjes maakt en de spot drijft omdat diegene Allah gehoorzaamt, dat is een hele gevaarlijke zaak. En daarom, diegene die zich schuldig maken aan deze zonde, die komen, die zijn niet alleen maar in de zonde vervallen, maar wal'iyadhu billahi ta'ala, die vervallen bijna of zijn vervallen of zullen vervallen, afhankelijk van de situatie, in ongeloof, waardoor zij geen moslim meer zijn, al zegt hij, ik ben moslim. Hoe kun jij het spot drijven met het verbod van Allah subhanahu wa ta'ala op alcohol? Hoe kun jij de spot drijven met hetgeen wat Allah subhanahu wa ta'ala heeft voorgeschreven, wat goed voor ons is? En daarom dienen wij onszelf te beschermen tegen slechte vrienden. Kies jouw vrienden goed uit. Al mar'u ala dini khalili, fal yanzur ahadukum man yukhalil. De profeet sallam zegt, een persoon bevindt zich op het geloof van zijn vriendschap, van zijn vrienden. Laat ieder dan van jullie zijn vrienden zorgvuldig uitkiezen. Want die vrienden van jou, of die vrienden, vriendinnen van jou, beste zuster, die zullen zodanig invloed op jou hebben. Zeg niet, ja, ze beïnvloeden mij niet. Vandaag niet. Morgen niet. Overmorgen niet. Volgend jaar niet. Ja, en het jaar daarop zullen ze jou beïnvloeden. En ik heb mensen gezien met mijn eigen ogen, die zijn erger geworden nadat zij eerst goed waren. Zijn ze erger geworden dan die vrienden die hen hebben beïnvloed. Zodanig dat die vrienden die hem hebben beïnvloed zich gingen verbazen over hoe slecht diegene was, terwijl diegene eerst goed was. Dus wij moeten weten dat we kwetsbaar zijn. Wij zijn kwetsbaar, met z'n allen. Wij zijn kwetsbaar. En wij zijn beïnvloedbaar.